Hoi allemaal! Hoi! In deze video gaan we een Poopsie Cutie Tootie openmaken. Ik wilde zeggen surprise, maar het is een Poopsie Slime Surprise. Ja. Ja. Ja, wat we ook gaan doen, ik ga deze video niet bewerken. Ik ga dus niet tussentijds stoppen met filmen. Alle foutjes laten we erin. Natuurlijk gaan we wel proberen om geen foutjes te maken. Dus wie weet zit er geen enkel foutje in deze video. Maar in ieder geval vragen veel mensen of we een video willen maken zonder dat we erin gaan knippen. En dit wordt zo'n video. En op de een of andere manier ben ik een beetje zenuwachtig. Ik ook. Jij ook? Ik ben bang dat ik niet uit mijn woorden zou kunnen komen. Nou ja, dat had ik net al. Oké, ik ga hem openmaken. We hebben nog heel veel dingen van Poopsie Slime Surprise. We zouden weer een keer een marathon kunnen houden. Ik hoop dat we marshmallow slime hebben. Een marshmallow slime, ja. Dat is het lekkerste slime van de wijn. Ik krijg hem niet open. En zo. En? Kijk wat er is gebeurd. Een schroom. Ja. Dus eigenlijk kan je toch het beste een beetje helpen, hè? Poopsie. Het beste een beetje helpen met open knippen. Daar baal ik wel een beetje van. Maar oké, hij is open. Je hebt geen nagelschaarsje. Nee, heb ik niet bij de hand. Ik heb al een tijdje niet meer zo'n... Oh, waar is mijn baarsje. Een tijdje niet meer zo'n poepsie opengemaakt. We hebben hem vast. Ja, we hebben hem. Dat zie je meteen. Maar hebben we dit marshmallow slime ook al? Ja. Kijk. Ik hoorde iemand naar boven komen, dus heb ik stress, want ik heb beloofd om niet te knippen in deze video. Dus als je zus nou naar binnen komt met een of andere vraag, dan kan ik dat niet uitknippen. Kijk, normaal zou ik hier dus al ingeknipt hebben, want ik krijg het slijm niet uit. Maar ja, dat kan je niet doen. Nee. Ja. Zo, even helemaal binnenste buiten gekeerd. Ah. En in een geknipte video zie je dan meteen het volgende stukje. Dan lijkt het alsof we er niet heel lang over hebben gedaan. Maar eigenlijk doen we echt heel erg lang over. Nou, heel erg lang. Dat valt ook wel mee. Nou, 5 minuten? Nee joh. Mag ik het eventjes hebben? Tada. Kijk, en het is ook best wel licht. Dus ik zou dan normaal zou ik een stukje, zeg maar, een overgang erin doen. En nu kan het ook niet. Dus nu ga ik gewoon tijdens het filmen ga ik het licht bijstellen. Zo. Zie? Dat is beter, toch? Ja. Is de kleur mooi? Oh. Het is wel heel... Klein stukje. Zeker. Hop. Yay. Het is wel heel veel slijm. Of we zeggen dat heel fijn, slijm. Het veert terug zo'n beetje. Hoe hebben ze het toch gemaakt, hè? Weet ik niet. Echt heel goed. Ik ben echt heel bang dat ze nog binnen zou komen. Ja, nou ja. Als je vader maar niet is. Die zou dan zeggen, wat? Zijn jullie nu nog aan het filmen? Het is laat. Het is bedtijd. Nou, zo laat is het ook weer niet. Nee. Oké, nou jij zegt dat we een dubbele hebben, hè? Ja. Er zitten mooie glittertjes in. Ik ben heel benieuwd. Oep, waar is die? Volgens mij staat iemand voor de deur. Staat er iemand voor de deur? Ja. Oké, we zijn aan het filmen zonder dat we erin gaan knippen. Dus je kan binnenkomen, maar je zit in de video dan. Oh, hallo. Waarom wil ik jullie zonder te knippen? Nou, dat werd gevraagd. Dat vragen mensen. Dus dat gaan we een keertje doen. Dus, dit is gewoon één take. Er wordt geen enkele keer op stop gedrukt. Wat wil je vragen? Over een gummies. Een gum? Ik denk het nee. Nee, in een etiketje niet ergens? Alle gummen zijn weg. Maar dat is ook niet door. Waar heb je voor nodig dan? Ook voor je opdracht. Ja. Nou, we moeten stamboom maken voor biologie. Ja. Oké, bye bye. Dat is een beetje gek, hè, dit? Ja. Hier zit in een regenwolkje. Waar is de kaart eigenlijk? Waar is die met Noemen? Hij zit altijd aan de onderkant van het poepje. Aan de onderkant van het poepje? Klinkt best vreemd. Maar waar dan? Waar? Aan de onderkant van de verpakking volgens mij. Oh, nee. Ik had de verpakking er al van afgehaald. Dat is het. Nee, volgens mij wordt hij... Ik heb hier ook geen kaart bij de hand. Weet jij nog hoe deze heet? Terrain of zo? Nee. Nee. Hij heet Boom of Bang. Oh ja, Bang. Dit is de derde, hè? Hij is common. Je kan hem vast wel ruilen.
Zullen we anders die andere er gewoon achteraan doen? Ik had hier nog een groene. Ja. Weet je, maar een groene poepje hebben we al. Dus het is ook een grote kans dat er een dubbele in zit. Maar ja, boeit het? Ik vind eigenlijk dat het tot nu toe best goed gaat. Onze kijkers hopen natuurlijk dat er iets heel geks gebeurt. En wat is er gebeurd? Mijn zus vraagt om een gum. Nou ja, dat is niet zo gek. Ja, ik heb geen nagelschaartje bij de hand. Ik doe het een beetje zo. Ook niet echt een hele slimme keuze. I know. Maar... Volgens mij staat er nog iemand voor de deur. Wat zeg je? Volgens mij staat er nog iemand voor de deur. Staat er iemand voor de deur? Nee. Nee. Ik dacht, er wordt een korte gesnuf. Gesnuf? Oké, dat kan je er helaas niet aan maken. Nee. Ik wou net zeggen, dat betekent dat iemand voor de deur staat te snuffen. Dat was zo van... Zo van, ik wil binnenkomen, maar ik durf niks te zeggen. Dus ik wacht nog even. Nou, ik heb het een beetje losgeknipt. Nu kijken wat voor slijm erin zit. En zo. Hey, kijk eens. Deze heb ik nog niet. Nee? Maar dit is ook... Nou, jawel. Dit is ook heel mooi marshmallow slijm. Ja, maar dat heeft... Oh nee, we hebben nog niet. Ik kan me dit helemaal niet herinneren. Wat mooie knalroze slijm met dat groen zo. Zo, even helemaal binnenstebuiten keren. Hoi joh. Oh. Pak jij die? Ja, weet je wat er ook... Deze is wat harder. Kunnen doen, steeds harder. Ja. Toch maar proberen om binnenkort eens een keer... Ja, deze is veel zachter. Al het slijm wat we hebben tot nu toe met elkaar te mengen, dat vragen ook veel kijkers. Oh, ik dacht dat je al onze poepsies ging laten zien. Kan ook nog, maar een slijmsmoothie van het slijm, van de poepsie slijm surprise. Maar ik heb het idee dat dat nooit leuk kan worden. Dit slijm ruikt naar kokosnoot. Het slijm, inderdaad. Maar het hoort er geen geur te hebben, hoort wel een geur te hebben. Het ruikt letterlijk naar kokosnoot. Jammer dat we geen kaart hebben. Nou, niet knippen in de video, maar wel even het licht bijstellen, daar gaan we. helpt niet echt, hè? Zo, ietsje beter. Oh nee, ik moet niet zeggen. Echt? Ja. Nou, doe maar dan, ja. Het kan niet. Moet je in het licht kijken. Dat helpt. Het komt echt denk ik midden door de video. Dit is een mooie kleur, maar het is zo weinig. Oh, je hebt best wel een groot stuk gepakt. Oké, waar is mijn beestje? Hier. Oh nee, ja, het is een dubbele. Is het een leuke dubbele? Ja, want mijn oudere zus heeft die en ik nog niet. Kijk nou, het veert echt terug. Doe je dat niet zelf? Nee, nou ja, een beetje, maar... Ik vind het echt het aller leukste slijm wat erbij zit. Mijn nies komt. Wat zeg je? Mijn nies komt. Je nies komt? Ja. Oh. Ja, dus het... Met die vleugeltjes. Ja, het draakje. Deze is leuk. Ja, oh ja, dat... ik vergat nog te zeggen. Toen we die hadden, hoort zij ook loonde dank te zijn. Hoort het ook echt? Ja. En dat hebben we niet getest? Nee. Nou, of dat is de grotere versie, Sparkly Critters, maar ik denk dat het deze is. Of allebei. Nou, we kunnen het uitproberen. Maar hoe gaan we dat uitproberen zonder te knippen? Dan ga ik hem eerst even bij het licht houden. Ik kan hem proberen. Zo. En dan moeten de... Is die pijn? Dan moeten de lichten uit. Kan jij het licht daaruit doen? Ja. Oh, deze lichten moeten dan ook bij. Wordt even dark. Nee joh, er gebeurt helemaal niks. Oh, dan is het andere. Doe maar aan. Ander licht ook nog aan. Nee ja? Nee. Nou, lieve kijkers, ik zie op mijn timer dat wij inmiddels 9 minuten verder zijn. Eigenlijk is dit voor ons, voor mij, een hele makkelijke video, hè? Ja. Ja. Want normaal ben ik nog altijd bezig met... Met de intro's van nee, dit klinkt fout. Ja, het klinkt fout. En nu moet je het gewoon inlaten. Ja. Ja, en ik kan me voorstellen voor onze kijkers dat dit niet leuk is. Want die denken natuurlijk, ja, dat wij... Die hopen dat wij een paar keer... misgaan, maar dat ging niet deze keer. Dus sorry, helaas, kijkers. We kunnen een part 2 doen. Ja. En dan wat nog meer doen, maar dan met wat extremer. Zoals een sparkly critter. Ja, het is altijd lastig, hè? Ja, maar dat wordt een te lange video dan.
Nou, en dan kunnen we erin laten zijn van, oh nee, dit gaat fout. En dan kunnen we niet meer een nieuw pakje openmaken of zo. Ja, die sparkly critters, dat is altijd wel lastig. Of een LOL surprise of zo. Een LOL surprise. Dat is ook wel leuk, binnenkort. Nou, Oh nee. Ik vraag gewoon aan onze kijkers, ik zet een poll uit achteraf. Willen jullie dat we dit nog een keertje doen? Zo'n video helemaal zonder te knippen. Dus het is gewoon één take, hè, zoals je dat dan zegt in filmland. Of hebben jullie zoiets van, nou, we hebben het wel een keer gezien, het hoeft niet meer. Dat zet ik dan hier uit als poll. En wij gaan deze video nu gewoon afsluiten. Het is echt niet te geloven, we hebben het nog nooit meegemaakt zo. Nee. Zo in één keer. Oké. Lieve kijkers, ik hoop dat jullie deze ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Voor nu. Gek, hè? Ja. Voor nu. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.